Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we heel weinig bewolking boven Nederland, maar die wolken boven het zuidoosten die zijn belangrijk. Want die gaan heel langzaam uitbreiden over het zuidoosten en over de oostelijke provincies. Daardoor zien we daar af en toe wolkenvelden, terwijl in de rest van het land de zon volop schijnt. Temperaturen liggen vanochtend zo rond de 6 graden, lopen vanmiddag dan op naar 12 tot 14 graden. Lokaal kan het 15 graden worden. In de oostelijke helft, dus een paar wolkenvelden. Daar af en toe zon. In de westelijke helft schijnt de zon volop. De wind is heel rustig vandaag en dat maakt het extra aangenaam. Vanavond is er in het oosten of noordoosten kans op een druppeltje motregen. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperaturen vanavond rond 8 graden. Morgen overdag hebben we opnieuw prima weer. Flinke zonnige periode, een paar wolken en het blijft droog. Temperaturen 13 tot 15 graden. De wind is naar het westen gedraaid en die wordt aan zee matig windkracht 4. In de nacht na dinsdag gaat het regenen en dat regengebied trekt dinsdag overdag langzaam naar het zuidoosten. In het zuidoosten dinsdag een bewolkte dag, maar in het westen en noorden breekt vooral smiddags de zon weer volop door. Woensdag is het op de meeste plaatsen droog, donderdag gaan er weer buien vallen. Temperaturen lopen nog iets verder op.